Een spectaculair en zeldzaam fenomeen. Het ontstaat op zee. Meestal in de nazomer. Een windhoos. Als er koude wind waait over een warme zee, ontstaat een ronddraaiende wind. Als de slurf het wateroppervlak bereikt en water opzuigt, krijg je zelfs een waterhoos. Nog zeldzamer. Een typisch weerfenomeen van ons kustklimaat en vooral van de Waddeneilanden. Het voorjaar en de zomer zijn op het Wad vaak minder warm dan in de rest van Nederland, door de verkoelende invloed van de zee. De zon schijnt er wel meer, omdat bewolking sneller overwaait. In het najaar is het juist warmer, omdat het zeewater minder snel afkoelt dan het land. Maar dan is de kans op buien juist wel weer groter. Dit klimaat is de afgelopen decennia aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur neemt toe door het versterkte broeikaseffect. En de zeespiegel stijgt al. De gevolgen voor het Waddengebied zijn niet geheel duidelijk. De Wadplaten lijken nog met de stijging van het zeeniveau mee te groeien door voldoende aanvoer van sediment. Maar de temperatuur van het zeewater neemt duidelijk toe. Er zijn daardoor veranderingen in het ecosysteem. Er verschijnen andere vissoorten. En sommige vogels trekken niet meer weg in de winter. De nauwkeurig afgestelde biologische klok van het Waddensysteem lijkt te worden verstoord door klimaatverandering. Hoe precies is de vraag? Reden voor veel wetenschappelijk onderzoek in de komende jaren.